Partij van de Arbeid heeft een nationaal woonakkoord gepresenteerd. Waarom? Eigenlijk ook hier. Gewoon een kwestie van eerlijk delen. Dat mensen een goede huurwoning of een goede koopwoning kunnen krijgen. En dat niet de bakker meebetaalt in het dure huis van de bankier. De woningmarkt zit namelijk hartstikke vast, zit op slot. Mensen kunnen niet meer verhuizen, willen niet meer verhuizen, zijn bang om te verhuizen. Er zijn hele hoge wachtlijsten. Er zijn geen genoeg huizen voor middengroepen. Dat moeten we doorbreken. We kunnen dus wel allemaal op onze taboes blijven zitten, maar daar wordt niemand beter van. Dus we moeten met elkaar een doorbraak realiseren, over onze schaduw heen springen. Dat hebben we voorgesteld. Daar hebben we heel veel steun voor gekregen in de Tweede Kamer. 74 Kamerleden. En dan weet u dat er 76 tegen waren. Dat is de kleinst mogelijke meerderheid. Dus ik heb vol goede moed dat we dit gaan uitbouwen, dit voorstel. En dat we daar steeds meer medestanders voor zullen krijgen. Zodat de koopwoningen en huurwoningen voor brede groepen bereikbaar zijn.